Morgen houdt hier in Zaandam en ook elders in uh, Zaanstreek Sinterklaas een intocht, en Sinterklaas is toch vooral een kinderfeest, maar kennelijk niet voor uh, alle kinderen, namelijk niet voor kinderen van, zoals dat heet, minder bedeelde gezinnen. Want daarvoor houden de dames van verzamelpunt Zaandam altijd al actief in het herverdelen van gratis spullen, ook dit jaar weer een speciale actie. Bedoeld om kinderen van arme gezinnen een goed Sinterklaasfeest te bezorgen. Ik praat erover nu met goenette eh, Timme en Rebecca Jansen van Verzamelpunt. Mijn eerste vraag: jullie waren al bezig met het verzamelen en weer uitdelen van gebruikte spulletjes voor gezinnen die het slecht gaat. En vorig jaar hebben we nou voor het eerst ook een actie georganiseerd voor een Sinterklaasfeest voor kinderen van minder bedeelde gezinnen. En dit jaar nou weer. Hoe ziet zo'n actie er uh, nou uit? Hoe doen jullie dat? Uh, wij beginnen de actie met op huis, natuurlijk, de leden te vragen wie er graag zou willen komen. Want ja, als er niemand komt, dan heeft de hele actie ook geen zin. Uh, dan gaan wij in de buurt flyeren, in Saddam flyeren, Bij bedrijven gaan we langs om te, vragen of zij, ja, om te vragen of zij misschien willen sponsoren. En dan moeten we denken aan pepernoten, drinken, zulke dingen. Uh, ja. Mensen in de buurt, we vragen gewoon iedereen of ze mee willen helpen met uh, spullen in te zamelen voor het Sinterklaasfeest. Is het dan niet uh, eten, drinken, dan wel speelgoed, zulke dingen. Dus het is echt, uh, en mond-op-mond -mond reclame moeten we het van hebben. Zijn er nou inderdaad uh, gezinnen met kinderen die uh, zonder jullie actie uh, met Sinterklaas anders helemaal geen cadeautjes zouden hebben gekregen? Er zijn heel veel gezinnen die gewoon echt geen Sinterklaasfeest kunnen vieren voor hun kinderen. Die allang heel blij zijn dat wij er zijn. Hoe weten jullie dat die gezinnen er zijn en hoe komen jullie daarmee in contact? Uh, nou ja, we bestaan natuurlijk al drie, oh drie jaar nu ondertussen en we hebben heel veel leden waarvan we weten dat ze het heel slecht hebben mm. en waarvan het heel slecht gaat en nog steeds veel slechter gaat eigenlijk. Mm. En wij weten dus dat die mensen gewoon eigenlijk niet zoveel hebben. En door dus advertenties en te plaatsen weet je, voor de dingen die we doen, dus ook op hijs, over het Sinterklaasfeest. En mensen melden dus zich er dan zelf aan. Dus daar hoeven wij niet heel veel voor te doen. Het zijn mensen die sowieso wel lid zijn, dus waarvan wij al weten dat ze minder bedeeld zijn. Jullie vragen van mensen die het iets breder hebben, uh, bescheiden bijdragen in de vorm van snoep, koek, kleine cadeautjes, inpakpapier, koffie, thee, suiker enzovoort. Om voor die kinderen van arme gezinnen van Sinterklaas 5 december een onvergetelijke dag te maken. Hoe ziet nou zo'n onvergetelijke dag er dan uit? Ga je nu zelf naar die gezinnen toe, verkleed als Zwarte Piet of uh, Sinterklaas? Uh, of moeten de ouders die cadeautjes zelf komen halen? Of, hoe gaat dat? Wij geven het feest hier in dit pand, van 1 tot 4. Dus de leden kunnen komen met hun kinderen. en wij zorgen sowieso het eerste uurtje voor vermaak, zeg maar van 1 tot 2 met de kinderen. En rond half twee, zo'n beetje, zullen. Nee? Rond twee uur, zo'n beetje, zullen de eerste pieten komen. om de kinderen een beetje te vermaken. en een verhaaltje te doen over Sinterklaas. dat hij kwijt is en zo is dergelijks. Rond half drie komt Sinterklaas. En dan gaan dus de cadeautjes uitgedeeld worden. Mogen de kinderen op schoot. en wordt er even tijd genomen voor ieder kind apart. En dat doen we dus voor nu 29 kinderen. Als jullie van mensen speelgoed ontvangen. en dan met name speelgoed. is dat dan nieuw of gebruikt? Het, uh, het kan nieuw zijn, het kan ook gebruikt zijn. Het, uh, we krijgen beide binnen. En bij gebruikt speelgoed, hè, dan krijgt zo'n kind met Sinterklaas iets waarvan zo'n kind meteen ziet dat het uh, gebruikt is, neem ik aan. Is dat vervelend? Hebben, hebben ze daar last van? Of? Nee, nee, wij kiezen wel speelgoed uit wat er gewoon nog wel zo goed als nieuw uitziet. En uh, ja, de, de spullen waar dan wel iets aan keer, dat gaat gewoon verzamelpunt op, dat vinden de kinderen ook niet erg. En met Sinterklaas zorgen wij toch ook wel voor dat het eigenlijk wel een nieuw speelgoed is. Wij, wij uh, besteden zelf ook geld eraan En uh, wij kopen dan ook gewoon nieuw speelgoed, ook voor de kindjes. Want we willen toch wel dat het wel nieuw is. Vorig jaar was de actie een succes, las ik in een bericht van jullie. Uh, dat wordt dit jaar weer een succes? Daar gaan we wel van uit. We hebben het, uh, als het goed is, iets beter aangepakt dan vorig jaar. Er komt nu... Wat beter aangepakt? Nou, het was vorig jaar ging het wel goed, maar het was een beetje rommelig. We hebben dit jaar ook gewoon echt een professionele Sinterklaas. En dus het is allemaal wat beter gepland. En we hopen dus dat het wat beter gaat verlopen als vorig jaar nog. Op het lijstje van dingen die jullie uh, graag tegemoet zien van mensen in deze Sinterklaas actie staat ook koffie, thee en suiker. Maar Zijn dat nou cadeautjes voor kinderen? Nee, dat is meer voor de ouders. Nee. <laughs> die hebben natuurlijk ook gewoon wat vocht nodig. En. Uh, Misschien ook nog wel wat lekkers, want dat is ook wel fijn voor de ouders. Het is niet alleen maar peepnoot, maar er moet voor de ouders ook wel iets aanwezig zijn. Is het nou dankbaar werk? Krijgen jullie leuke reacties als je terugkijkt naar vorig jaar van de betrokken gezinnen? Ja, ja het is heel dankbaar werk. Sowieso als je de, de gezichten van de kindjes ziet, zodra ze de cadeautjes krijgen. Alleen als ze Sinterklaas en de Zwarte Pieter zien, dat, dat, daar doen we het voor. Dat, dat, dat is gewoon ja, heel dankbaar. Ja. Is het nou voor die ouders een beetje... Moeilijk te accepteren, een beetje pijnlijk om ja, zeg maar, uh, Sinterklaas cadeautjes van de bedeling te krijgen? Ik denk op zich nu niet meer. In het begin hebben mensen er best wel eens moeite mee gehad. Er zijn ook mensen op de site zeg maar, die gewoon onbekend willen blijven of anoniem. Omdat ze er gewoon wel problemen mee hebben, natuurlijk. En ik vind eigenlijk nu dat dat op zich heel erg meevalt en mensen echt wel geaccepteerd hebben dat het zo kan ook. En dus zonder moeite deze dingen aannemen. Jullie vragen in die actie aan andere mensen om zeg maar spulletjes. Waarom geen geld? Zou dat niet makkelijker zijn? Ja, dat zou misschien wel makkelijker zijn, maar we hebben liever gewoon goederen. Dat is toch. Uh, dan kan er ook niks fout gaan en dan kan er nooit achteraf uh, uh, vragen worden gesteld. Dan hebben we toch gewoon liever dat er gewoon goederen binnenkomen, zodat uh, ja, dat is voor ons ook makkelijker. En dat sinterklaasfeest, dat is hier uh, of waar? 25 november hier op de Jacobrekstraat. 25 november hier op de Jacobrekstraat 52. Klopt, van 1 tot 4. Ja. En dan hadden jullie ook nog iets over een actie met de Deca Markt. Ja, de dekenmarkt heeft sinds kort een nieuwe actie gestart uh, voor de goede doelen in de buurt te steunen. Nou hebben wij ons daarop uh, aangemeld en zijn wij uh, bij de dekenmarkt in, uh, op de wij als een van de drie uitgekozen. Dan kunnen uh, klanten van de dekenmarkt. Bij sommige producten krijgen ze ducaten. En bij de dekenmarkt op de Oostzijde staan er drie stembussen waar wij ook bij staan. En dan willen we graag vragen aan de luisteraars of ze alsjeblieft uh, de ducaten in onze stembus willen doen of anders naar ons toe willen sturen. Op de Jacob Rekstra 52 1505 BE in Zandam. En dat goede doel dat jullie dan doen, dat is dit Sinterklaasfeest. of die andere acties die jullie doen om ja, zeg maar goed bruikbare spullen bij uh, minder bedeelde gezinnen te bezorgen. Ja, klopt. Wij, uh, we zijn sowieso gegarandeerd van een prijs, wat we begrepen. De derde plaats wint sowieso 500 euro. En wij zijn nu al behoorlijk aan het bedenken wat we kunnen doen. voor de gezinnen en voor de leden, gewoon om. Uh, Even iets extra's te doen voor ze. Dus ja, dat komt goed terecht. Dat is genoteerd. Dames, bedankt. Ik sprak met Juanita Timme en Rebecca Jansen van het verzamelpunt uh, Zaandam aan de Jacob uh, Rekstraat 52 in Zaandam over hun actie met het verzamelen van gratis pepernoten, speelgoed en allerlei andere zaken. Waarmee ze ook kinderen uit arme gezinnen op 25 november aanstaande een leuk uh, Sinterklaas willen bezorgen.